loindeo. Ah. Wabidi loindeo. De kostuums, hè, die fladderden overal heen. En het had heel erg dat droomachtige sfeertje. Ja. Dat je de hele tijd van droom naar droom flitst, in feite. Ja, zo bijzonder in feite. Het steekt echt met kop en schouders boven de andere producties uit. Het is echt, je hebt misschien ook de reacties wel gehoord uit het publiek. Iedereen was echt laaiend enthousiast. Het is echt een geweldige performance, absoluut. Waarom was je zo onder de indruk? Choreograaf is voor mij iemand zo geniaal dat hij weet die internationale talenten van mensen naar voren samen verbinden. Zoveel ook verschillende danskunsten. En ik volg die choreograaf, ik heb alle voorstellingen van hem gezien, ik vind hem geniaal. En die muziek is van Brzuska, dat is een Pool, die heeft compositiewedstrijd gewonnen in de stad waar ik geboren was. En dat heb ik pas gelezen in introductie, dat hij daar heeft gewonnen prijs voor compositie, voor muziek. Muziek is ook fantastisch. Ja, en af en toe vond ik zelf de muziek nog iets belangrijker dan de dansen, maar dat kwam door de wat grote beweging op het, dan ga je ook naar de muziek meer luisteren. Ik vond trouwens de pianisten erg goed. Ik denk alleen niet dat ze, toen ze aan de opleiding begon, dat ze ooit gedacht hebben zulke begeleidingen te moeten spelen, maar ze deed het erg goed. Maar u was, als ik het zo hoor, meer door de muziek aangesproken dan door de dans? Ik ben erg gemoeid door het ballet, maar ik luister ook altijd naar de muziek en ik ben dus als de dood. Ten eerste voor die band die ik straks ga horen. En het feit dat straks weer de orkesten omlaag geschroefd worden. En dat we misschien begeleidingen gaan krijgen door een band. En die band is soms een vorm van een hartmassage. Tweeledig is die. Eerste deel voor de pauze vond ik erg mooi. Daar was ik echt door ontroerd. Na de pauze vond ik het, misschien ben ik ouderwets, maar ik vond het te modern om me te boeien en ook een beetje obligatie hier en daar. Ik vond het heel clean en afstandelijk. Ik kwam er niet zo goed in, zeg maar. Nee, het was niet zo overtuigend. Sommige bewegingen gingen dan ook te ver door, zeg maar. En Sidi Laibi vond ik gewoon geweldig hoe het decor, heel simpel, steeds veranderde door de stroken, de dansers. Heel erg van genoten, zat ik heel erg in. Ja. Beeldschoon, in bepaalde balletposities agerende jonge mensen. En onafhankelijk van het onderwerp of de inzet of de context bewegen zij door, eindeloos door. En totdat je er een ons bij weegt. Het maakt niet meer uit op een gegeven moment. Allemaal een beetje licht, zoet, sprookjesachtig. Dus het pakte mij niet, nee. Beide citeren, Pina Bausch, Forsyth, Platel zou ik bijna zeggen. En het rare is, dat zijn allemaal auteurs van een aantal jaren geleden. En die maakten indruk omdat ze niet alleen virtuose dans lieten zien, maar ook onderwerpen op het toneel zetten. Op een of andere manier. Heel verschillend. En dat ontbreekt hier. En dat vind ik raar. Het zijn epigonen eigenlijk. En dat vind ik, dat doet mij zeer. Want er is een enorm apparaat. Er zijn heel veel hele goede dansers. En je denkt, daar kan je wat mee. Maar het was ook zo duidelijk dat er van die spectaculaire momenten in zaten. Van het heel erg op het ritme dansen en zo. En dan het publiek klappen na afloop van zo'n scène. En ik vond dat helemaal de sfeer van een show met prestaties. Zijn jullie nou niet heel erg elitair bezig?
Ja, ik weet het niet. Vind je Pina Bausch elitair? Vind je Willem Forsythe elitair? Vind je Hans van Manen elitair? Ja, ik weet het niet. Nee, het zou elitair zijn. Waar het voor mij om gaat, het is dat ik er iets in mis. Het is heel erg uiterlijk. En ik denk dat als het toch meer inhoud had, dat dat helemaal niet elitair zou hoeven te zijn. Nee, sterker nog, ik denk dat je dan een groter publiek aanspreekt. Ja. Day.